Dit jury-instructiefilmpje behandelt het bepalen van de uitslag bij hoogspringen en polstokhoogspringen. Het hoogteverloop bij een wedstrijd is afhankelijk van de soort wedstrijd en de keuze die gemaakt wordt over de starthoogte. Hierbij is het wel zo dat de verhoging niet groter mag worden, met uitzondering voor limieten, records of als er nog maar één atleet over is en deze de wedstrijd al heeft gewonnen. Het bepalen van de uitslag. Als eerste is de laatst gehaalde hoogte bepalend voor de volgorde. Als deze gelijk is, dan kijk je naar het aantal foutsprongen op deze hoogte. Als dit ook gelijk is, dan kijk je naar het aantal foutsprongen tot en met de laatst gehaalde hoogte. Je kijkt dus niet naar het aantal pogingen dat een atleet heeft gedaan, maar alleen naar het aantal foutsprongen. Als dit ook allemaal gelijk is, dan eindigen de atleten op dezelfde plaats, als ex aequo. Behalve als het gaat om de eerste plaats. Voor de eerste plaats wordt er een barrage gesprongen. Hoe dit in zijn werk gaat, is onderwerp van een apart juryfilmpje. Mocht een atleet helemaal geen geldige prestatie hebben behaald, dan schrijf je de letters N, M van No Mark op en dan geef je hem geen plaats. Laten we dit eens toelichten aan de hand van een voorbeeld. We gaan uit van een gewone hoogspringwedstrijd met 8 deelnemers. Als eerste schrijven we van iedereen de beste prestatie op. Bij atleet C zien we geen geldige prestatie en zetten we dus N, M neer en hij krijgt ook geen plaats. Nu gaan we op zoek naar de atleten met de beste prestatie. In dit geval zijn dit de atleten A en G. Dan kijken we naar het aantal foutsprongen op de laatst gehaalde hoogte. A heeft hier 1 foutsprong en G heeft er geen. Atleet G wordt dus eerste en atleet A tweede. Voor de plaats 3 zien we weer 2 atleten met dezelfde hoogte, atleten B en F. Als we hier kijken naar het aantal foutsprongen op de laatst gehaalde hoogte, is dit ook gelijk. Dan kijken we naar het aantal foutsprongen tot en met de laatst gehaalde hoogte. Ook dit is gelijk, waardoor de atleten B en F beide de derde plaats krijgen. Voor plaats 5 zijn er ook 2 atleten met dezelfde hoogte, atleten D en H. Kijken we naar het aantal foutsprongen op de laatst gehaalde hoogte, is ook dit gelijk. We kijken dan naar het aantal foutsprongen, waardoor atleet D vijfde wordt en atleet H zesde. Atleet E blijft nog over. Deze heeft de minste prestatie en is ook zelf verstopt met de wedstrijd. Hij wordt zevende, waardoor dit de uiteindelijke einduitslag wordt. In dit filmpje zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het opmaken van de uitslag bij hoogspringen en polstokhoogspringen besproken. We wensen je veel plezier bij het jureren.